Allee, kom maar binnen, kom. Ik ben Mieke. En ik ben Gerard. Oh ja, dat wist je zeker al, hè? Ja. En dat is ons Germain. Hallo. Excuseer dat ik niet meer stond, juffrouw. Er is geen probleem, blijf maar liggen. Ja, tot voor een paar maanden, hè, liep ze nog gewoon rechtop door de kamer, hè. Maar sinds een paar weken is dat iets minder, hè, zoetje? Ja, ik ga zelfs niet meer alleen naar het toilet. Dat moet mij helpen. Ja. Maar ben ik hier om jullie wat te helpen, hè? Ja, dat is heel schoon van u, zo'n meisje. Ik ga 2 keer per dag komen. 'S Morgens en 's avonds om u te wassen en om je oefeningsjes te doen, hè? Is dat goed? Ja, dat is heel goed, zo'n formaat toch. Maar onze Gerard, die denkt dat hem alles beter kan, hè, Gerard? Maar dat is geen kwestie van beter kunnen. Ik doe dat graag. Om u te helpen. Jij hebt altijd zoveel voor mij gezorgd. Ja, maar Gerard, dan is het toch meer tijd verdoven. Die moeten toch ook gezwaaierd worden, Gerard. Zeg, en hoe voelt u? Ik mag niet klagen, maar ik lig hier toch niet zo heel goed eigenlijk. Met de rug. Wacht, ik zal u even verleggen. Wacht, wacht, laat dat maar aan mij over. Ik zal... Allee, kom. Pak me vast. Gaat dat? Ja, het is niet de eerste keer dat we dat doen, hè, juffrouw. 1, 2, 3. Dat is beter. Ja. Ja. Vroeger, hè, deden we dat met een salto. Maar ja, dat mag niet meer van een dokter.